druk, hè? Hey, ja, hoi. Ik zou je maar vertellen, dat gaat helemaal goed. Ga je oppassen? Nou ja, goed joh. Het is zover. Jullie zijn er allemaal. Geweldig. Dank daarvoor. Mijn naam is Erwin. Volk jaar te krijgen. Ik zie wel een andere kerstman aan te staan. Maar ik zie nog wel meer zitten. Ik ga geen namen noemen, want misschien sla ik iemand over. Maar je hebt hem ingezet om de reis te krijgen. Waarom? Het was nogal winderig afgelopen jaar. Dat heeft ook toe geleid dat iedereen, ik denk wel de helft van de deze ruimte zijn hebben ingezet om zoiets gaaf van te maken. En dat is het geluk. Vinden jullie dat ook? Toch? Ja! Oké. Ja, ik ben gewoon een stijl even wortel maken. Ik wil een paar dingen. En ik hou het op. Zijn we nog niet helemaal klaar, voornamelijk door het weer, wat we al hebben gezegd. Dus morgen verwachten wij dat om 10:00 dat hij open gaat. Dus vanavond kan er nog niet geschaad worden, maar vanaf dan tot en met... Ja, dat mag ook wat geproduceerd worden. Kom op jongens. En dames natuurlijk. Kijk, oh. Schaatsen verleer je nooit, zegt men. En dat is ook zo, toch, meis? Schaatsen. Eerst maar verbieden in de klas, maar nu de schaatsen. Voor professioneel commentaar de microfoon aan Ineke. Hallo dames en heren. We zien nu op het nog een beetje gammele ijs van deze fantastische ijsbaan de rijders en rijsters van KSV Rijnland. Onze Leidster kunstschaatsclub. Ze verkennen nog even het ijs en dan kom ik graag bij u terug. De plaatselijke wethouder enorm hard op.